Per jaar worden er in de gemeente Bernhezen ongeveer 140 huwelijken of partnerregistraties voltrokken. Momenteel zijn er vijf Babsen werkzaam in Bernhezen. En dat zijn er volgens wethouder Jan Glastra van Loon te weinig. We hebben eigenlijk al een, een, een lange tijd uh, dat we wat uh, mensen tekortkomen. Dat we iedere keer ontzettend moeten schipperen met uh, het rooster om het allemaal rond te krijgen. Vijf uh, is te krap, zes wordt al beter, maar dat mogen de rust ook nog wel iets meer zijn. Maar waar moeten Babs eigenlijk aan voldoen? We zoeken natuurlijk wel mensen die dit echt heel erg leuk vinden, die goed zijn in hun communicatie, die dus makkelijk kunnen praten in het openbaar, die in kunnen spelen op de situatie, die een beetje gevoel voor humor hebben, maar die ook wel zien dat het natuurlijk de belangrijkste dag van heel veel mensen hun leven is, in ieder geval een hele belangrijke, en daar dan iets moois van willen maken. Dus je moet ook wel creatief zijn. Hanny van Uden is al sinds 1991 trouwambtenaar in Bernheze, een taak die ze nog steeds met erg veel plezier uitvoert. Kunt u eens aangeven wat nou het mooie is om, om trouwambtenaar te zijn? Nou, twee mensen gelukkig te zien en daar een stukje bijdrage te doen aan hun mooie dag. Want ze hebben natuurlijk een fantastisch mooie dag. En als je daar wat aan kunt bijdragen, nou, dan is mijn missie geslaagd. Maar hoe bereid je je eigenlijk op zoiets voor? Je gaat met bruidspaar praten en aldoende... Kom je achter een heleboel dingen. De kennismaking, het verloop van de vriendschap, waar ze gaan wonen, eh, nou, noem het maar op allemaal. Dus, en dat gebruik ik ook allemaal. De hobby's die ze hebben, Dan neem ik allemaal mee in het gesprekje. En een heleboel gebruik je daar ook van tijdens de ceremonie. Maar echt niet allemaal, want dan zou het veel te lang duren. Maar je probeert met kapstokken een bepaald verhaal te maken. Inmiddels heeft Honey al honderden huwelijken voltrokken. In al die jaren heeft ze dan ook het nodige meegemaakt. Er komt een bruidegom op een olifant aan, heel bijzonder. Er komt een bruidegom aan in een Romeinse kar als Julius Caesar of, of iets van die aard, helemaal op zo'n Romeins. En ik heb één bijzonder ding en dat wil ik eigenlijk niemand onthouden, want ik vind het zo uniek. Er was een bruidspaar die had een Europese oehoe ingehuurd om de ringen te brengen. En dat kon natuurlijk niet in de trouwzaal op het kasteel, want ja, je weet niet waar die oehoe tegenaan vliegt. Dus dat moest buiten gebeuren. En de, de valkenier die stond naast het bruidspaar met een fluitje. En de bruidegom stond keurig met zijn mooie handschoen met een stukje vlees erin natuurlijk. Hè? Dus hij blies op zijn fluitje en die hoe die komt aangevlogen, die komt kort bij het bruidspaar, draait om en valt in de gracht. En die had ringen aan zijn poot. Mensen die babs willen worden, worden officieel beedigd in de rechtbank. Ook krijgen zij een vastgestelde vergoeding. Geïnteresseerden die zich aanmelden worden volgens de gemeente niet meteen aangenomen. Het begint met een briefenselectie, dat is echt een hele officiële procedure. Dan worden er inderdaad gesprekken gevoerd, maar er wordt ook een proefhuwelijk gedaan om echt te kijken of iemand het kan. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de gemeente Bernhezen.